Ik ben Florentijn Hofman, ik ben beeldend kunstenaar en essayist. Ik vind het ontzettend leuk om kandidaat te zijn. Dit is volgens mij het tofste spel wat je kunt bedenken. En ik heb er naar uitgekeken en nu is het zover. Ik denk dat ik impulsief ben. Ik heb humor. Ik heb een goed oog. Ik zie veel. Ik hoor veel. Ik ben oplettend. Ik ben fanatiek. Maar ik ben ook heel relaxed en rustig. Ik ken absoluut geen angst. Hoe gekker, hoe beter. Hoe hoger, hoe mooier. Hoe dieper, hoe toffer. Wat mij betreft doen we echt gekke dingen. En dit is toch een spel wat op een bepaald niveau gespeeld wordt. Ik hoop ook en ik ga ervan uit dat de gekke dingen aankomen. Ja, tuurlijk ga ik winnen. Omdat ik gewoon een goed oog heb. En omdat ik denk dat ik de mol ga vinden en ontdekken. Ik denk dat ik best goed ben in fysieke opdrachten. Opdrachten waar er goed gekeken moet worden of dat er met mensen gewerkt moet worden. Nou, ik denk dat mijn kunstenaarschap wat dat betreft wel te pas komt. Omdat je heel goed vanuit het onzekere moet werken. Je weet nooit wat het wordt en welke kant het op gaat. En dat ervaar ik mijn hele leven al. Dus ik omarm die onzekerheid en daarin excelleer ik. Probeer ik in ieder geval de opdracht en ook de mol natuurlijk te ontmaskeren. Nou, de mol is een interessant persoon, want deze flirt met zichtbaarheid. Dan is hij er niet en dan ineens is er een molshoop. En werpt hij eigenlijk een probleem op. De mol is een mysterieus en mooi dier in de dierenwereld, waarin ik wel parallellen zie. Af en toe komt hij boven om aan dit spel en aan deze parallele wereld deel te nemen. En als de mol dat kan, dan is het een goede mol. Ben ik de mol? Nee, natuurlijk niet. Ik probeer het spel te spelen en te winnen. Maar zeker weten doe ik het niet. Het zou zomaar kunnen.